Er is ze een jarig, hoera, hoera, dat kun je wel zien, dat is mama. Hiep-de-piep! Hoera! Hoera! 39 keer! Wat? Zo oud? Zo oud? Kom, dan gaan we even naar de slaapkamer toe. Gewoon zomaar. Gewoon zomaar. Hoep. Zo, ja. Zo. Zo, ja. Zo, 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 zo. Zo, zo, zo. Nou, Nova, jij mag eerst hoor. Ja? Eerst die eerst. Oké. Okay. Doe ik. Nee, voorzichtig hoor. Je kan een plakbandje. Oh. Je voorzichtig hoor. Jij weet zeker? Ja. Ja, dat kan. Oké, we zitten zelf op plakband. Hij is wel goed dicht. Jij heeft ze zelf gedaan. Wow. Zo. Ik denk dat ik nu alle kanten heb. Nou, vouw maar eens open dan. Oh, er zit nog iets in. Oeh. Nou, wel duidelijk hoe oud ik ben. Ja. Die is heel leuk, schatje. Echt super oud. Wow. Ik heb groene ogen ook. Ja. We hebben hetzelfde kleren een beetje zo aan. Wij zijn echt cool. Papa, je mag mij deze geven. Ah, nee, die is als laatst. Jij mag jouw cadeautje geven. Ja. Oh, voorzichtig. Voorzichtig, ja. Ik kom hier bij mijn buik. Zo. Ja, maar je mag hem gewoon lekker wel een beetje open scheuren of netjes okay, hoor. Ja, maar het was heel breekbaar. Ja. Daarom, het is nog beschermd. Klappertjes plastic. Klappertjes plastic. Is net zo too good to go, hè? Wauw. Zo, dat is een grote koffiemok. Een theemok, dat vind ik fijn. Oh ja, een theemok, ja. My wish is to be with you. Wauw. Binnen is het ook. Oh, wauw! Ik heb gewoon 24K. Ja, er zit gewoon goud in, want you're solid gold. Ja. Ja. Ja, nou is mijn beurt. Oké, deze eerst. Nou, die is ook breekbaar. Wat toevallig. Voelt wel ook als. Ik voelde ineens een oor. Oh, hier. Ja. Spannend! Ook al plastic bubbeltjes. Jeetje. Zo, heb je er gewoon twee. Kijk, maar dit is de andere. Die is anders, die moet ik alleen voor het slapen gaan. Ja, dit is jouw avondmok. Ja. En die andere is jouw ochtendmok. Die is heel leuk. Die ja. Die is heel leuk. Die is leuk, hè? Leuk. Oh, dit is van Dat is van de pyjamas party. Ja. Ja. Ja, mijn mok was kapot gevallen. Ja, de mok was kapot. Dat moeten wij even kort uitleggen, hè? Jij hebt heel per ongeluk mama's favoriete mok kapot laten vallen, hè? Ja. Ja. Dat kan gebeuren, hè? Dat kan gebeuren. Maar dat is een goede reden om een nog mooiere te kunnen geven aan mama. Zo. Ja. En dan nog... Oh. Een kleinigheidje. Bah. Wat is dat nou? Een kleinigheidje. Ik zag je wel voelen. Ik doe altijd voelen. Ja, voelen. Maar ik dacht eerst misschien iets van chocola, maar ik kan niet breken, dus... Nee. Nee, dat is niet. Nee. Deze heeft papa. Ik ga eens kijken. Wel, ja. Met Sinterklaaspapier. Ja, Sinterklaaspapier. Ja. Ik kan er niks anders leuks zeggen. Oh, yeah! Hey! Kijk. Wow. Kan ze kleding gaan shoppen, mama? Ik kan twee dingen shoppen. Ja. Kan ik mijn kleding shoppen? Ja. Nou, van harte gefeliciteerd, mopje. Dankjewel. Kijk, als je graag gedaan. Groepsknuffel. Groepsknuffel. Dank jullie wel. Ja. Heel leuk. Nou, nu is het tijd om te gaan ontbijten, hè? Ja. Want we moeten zo het huisje uit. Ja. Ja, want jongens, het is vandaag ons laatste dag hier in het vakantiehuis. Zoals jullie zien hebben we alles alweer een beetje opgeruimd. Alles staat alweer klaar om meegenomen te worden. Nova's kamertje, die is ook alweer opgeruimd. Moet je niet je knuffels vergeten, Nova? Nee.
Dus het is nu tijd om even lekker te gaan ontbijten. Het is inmiddels 9:30 en om 10:00 moeten we in het huisje uit zijn. Ja. Maar we gaan dus niet alleen maar filmen tot we in het huisje uitgaan. Nee, we gaan vandaag ook naar Billy Bird. Hemelrijk. Ja, dat is wel handig. Het is niet in Hemelrijk, maar zo heet het park. Want je hebt veel meer Billy Birds. Oh, maar even voor de kijker. Wat is Billy Bird? Ja, het is niet echt een pretpark, maar ook niet echt een speeltuin. Maar een het is een soort een Dipidoo. Ja. Toch? Ja, daar kan je wel een beetje mee vergelijken. Ja, want we zijn al een keer naar Dipidoo geweest in een vlog. Het is een soort binnenspeeltuintje à la Monkey Town. Ja. Maar ook met attracties erbij en een buitengebied en dergelijke. Dus iets uitgebreider. Dus daar nemen wij jullie uiteraard ook weer bij mee. Toch ook voor bij de speeltuin. Dan hebben we ook een beetje attracties aan het spelen. Ja, wat ze in de vorige vlog hebben gezien, bedoel je? Ja, dat kan. Maar ja, ik weet niet of het iets anders opgesteld is. Ik weet dat het zo goed is. Het is voor ons ook een verrassing. Nou, we nemen jullie uiteraard erbij mee. Dus blijf zeker kijken. Wil je natuurlijk ook helemaal niks missen. Abonneer je alvast en doe alvast een duimpje omhoog. We gaan nu even ontbijten, dan gaan we naar de auto, dus volgende shot, dan zijn we alweer in Hemelrijk. Hemelrijk, dat klinkt zo leuk. Ja. Ja, maar dan zijn we weer in Hemelrijk. We zien een bord, een bord, een bord, een bord, een bord, een bord. Happy together. Het staat op de vlaggen. Billy Bird, Hemelrijk, happy together. Ja, het ziet er goed uit qua drukte. Ja, dat dacht ik al. Het is eigenlijk gewoon een normale dinsdag. Ja, dat gaan we zo eens even uitleggen, hè. Om zo even, zodat mensen denken dat we Nova stiekem thuis laten hier van school. €5 parkeren. €5 parkeren. Maar we hebben al een munt of een QR-code. Hebben we al gekocht. Ja, dus die hebben we al bij de tickets. En hoep. Ja, want het is vandaag dus dinsdag 30 mei. Hey, wat een leuke dag. De verjaardag van Melissa, maar dat hebben jullie net al gezien. Ja, precies. En hoe kan het dat de Nova dan hier nog zit? Want het is eigenlijk gewoon al na Pinksteren. Het is gewoon een dinsdag en je had eigenlijk naar school gemoeten, stouterd. Oh, kijk. Eigenlijk was vandaag een studiedag. Ja. Maar dat hebben ze afgezegd. En als je een weekendje hebt gepland, dan hoef je niet te komen. Dat klopt. Dat klopt. De school had de fout gemaakt met het aantal studiedagen. Maar wij hadden in de tussentijd al dit uitstapje gepland. En dus konden we dat aantonen en mocht Nova vandaag toch gewoon... schoolvrij zijn, ja, maar zo te zeggen. Mee met ons gewoon, ja. We hadden al de tickets zelfs al van dit geboekt, dus ja, dat was natuurlijk zonde. En dan stond er heel nadrukkelijk in, heb je al iets geboekt, dan mag je dat aangeven bij de juf. Ja. Dat hebben wij gedaan. Dus vandaar dat het denken nu gewoon een heel rustige dag is, want het is voor iedereen eigenlijk gewoon een normale dinsdag. Ja. Het is niet meer vrij, dus het is geen vrije dag. Misschien dat er nog een paar studiedagen zijn. Ja, sowieso. En jonge kinderen wel, natuurlijk zijn die hebben geen school. Maar... Hey, maar de parkeerkaart kostte €5. Wat kostte de tickets? Want daar was wel een trucje mee, hè? Nou, trucje. Je moet gewoon, als je denkt, hey, ik wil een keer naar Billy Bird, in dit geval Hemelrijk, maar welke dan ook. Je hebt heel veel vestigingen en soorten. Ja, en dat ligt inderdaad in Volkel. Ja, in Volkel. Ja. Dan is het slim om vroeg te boeken via de site. Natuurlijk heb je ook andere acties waarschijnlijk wel ergens. Heb ik nu niet gevonden, maar zullen er ook vast wel zijn. Maar als je via de site boekt en dan een week van tevoren minimaal, dan heb je 40% korting. 40% korting. Dus wij hebben nu €9,60 betaald per ticket. Per ticket. En als ik het dus bijvoorbeeld gisteren pas had bedacht, had ik even gekeken, dan zou het nu €14 zijn. En als je dus echt helemaal wacht, dan is het €15 en een beetje. Nou, dus dat is weer snel in de pocket verdiend natuurlijk. Precies. We hebben het gewoon lekker vroeg geboekt. Ja, dus minimale week van tevoren via de site ter kaartjes boeken. En dan krijg je een hoop korting. Precies, lekker. Nou, laten we eens naar de kassa gaan. Ja. Ja, en ik denk dat er ongeveer zo'n 40 auto's staan. Oh, wow. Nog niet eens misschien. En een paar fietsen. Ja, met de hefjes dingen. Dus een groepje geweest. En ik zie daar al een hele grote glijbaan. Zo, ja. En dan hebben we die hele grote toren. Wauw! Nou, ik heb geen idee wat er te wachten staat. Ik heb me helemaal niet voorbereid. Je kan je fossielen... Oh ja, fossielen graven. Je kan ook goud weer... Nou, we gaan het gewoon lekker zien. Ik zie ook, ik zie wel een achtbaan. Ja, daarachter. Aan de andere kant van het water helemaal. Oh, yeah. Ja, nou, we gaan kijken wat er allemaal open is en hoe het werkt en zo. Want ik heb echt geen flauw idee. Oké, laten we even beginnen met die toren. Zodat we even het park mooi kunnen zien van boven. Ja, moeten we daar omhoog? We zijn er, on top of the world. Ja, dat is enge stukjes, hè. Een heel groot meer. Het watergedeelte is natuurlijk gesloten vandaag. En helemaal achterin. Daar zien we een achtbaan. Tje. Nou, we gaan eens even kijken waar we allemaal heen kunnen. Oké, waar zijn wij? Yay! Waar zijn we? Wow! Oh, we hebben sterren! Eens kijken, zien we papa ergens? Papa. Er was nog een glijbaan. Ja. Papa? Papa?
En, is papa daar? Oké, in dat soort van hamsterrad zitten nu Dennis en Nova. Die gaan dus zelf heen en weer lopen om te proberen, net als die daarachter die je al ziet, die hebben al vaart, dat ze dus eigenlijk gewoon helemaal rond kunnen. Het karretje zelf zit niet los, dus ze gaan niet over de kop. Maar ze kunnen wel door hard aanlopen, kunnen ze dus helemaal rond gaan zometeen. Ik zal hem zo even nog een keer als ze wat harder gaan. Superleuk, jongen! En er werd vanochtend gezegd, het wordt een bewolkte dag. Wat frisser dan anders. Nou, ik weet niet. Ja, ik zie wat wolken, dat klopt. Maar dit mooie gele ding hierboven doet het er ook echt heel erg goed. Heerlijk. Had ik ook besteld voor mijn verjaardag. Dus het is wel goed aangekomen in ieder geval. En toen waren we Nova kwijt in dit parcours doolhof geval speel klimtoestel. Lekker steile glijbaan. Yes! Oei! Nou, die viel reuze mee. Je kan het. Ja. Oh, ja. Oh. Oh, zo hé, dat doe je echt goed, hè? Zullen we dat maar niet zeggen dan? Oh. Kijk, Nova die komt niet met de voetjes bij de grond. Dus die doet het echt. Wauw. Oeh, ja, nog eentje. Super knap, schat. En los. Echt niet normaal hoe uitgestrekt alles hier is, hoe groot alles opgezet is. Verrassend elke keer. En elke keer verrassend. We zijn nu bij een restaurant, maar dan zit dit helemaal erachteraan vast ook nog, wat je gewoon niet ziet. En Nova, die gaat glijden van de matjesglijbaan. Zo, donker hier. Jullie zien echt helemaal niks, zie ik op beeld. Ja. Maar we gaan dus nu, dan moeten jullie ons maar geloven wat we nu aan het doen zijn. Ik ben onderweg naar boven. Ja, precies. Onderweg naar boven om van de matjesglijbaan af te gaan. Ah, kijk, hier hebben we licht. En de glijbaan. Haha. Gaan we er even vanaf. Ik ga eerst even zitten en dan zet ik hem weer aan. Oké. Okay. Ah, jij gaat veel sneller. Show me love. Woehoe. Show me love. Make it turn.
We can wait for better days, but the days won't come. Show me life, show me love, show me life, show me love. Make a change, time is up. We can wait for better days, but the days won't come. Show me life, show me love. Zo, we tijd om eventjes onze maagjes te vullen. Het is inmiddels 12:30 of zo. En dan gaan we straks nog een heel groot gedeelte verkennen. Wat we nog helemaal niets hebben gezien. Want het is toch wel groter dan we dachten eigenlijk. Aan het begin leek het iets. Ja, in het begin leek het wel kleiner. En je hebt weer een mooie herinneringsbeker. Met een achtbaan die erop staat. Die je nog gaat doen. Dat is pas een luchtkussen. Yay! Ze is erop hoor! Wow! Show me love, make it change. Opvlaaien. Time is up. We can wait for better days, but the days won't come. Show me love, show me love, show me love, show me love. Ja, en dan is het nu tijd om richting de achtbaan te gaan lopen. Ik ben heel benieuwd. Hij is dan lanceerd. Dat je soms ook even stilstaat. Ja. En dan weer doorgaan. Ja. Nou, we gaan het vanzelf zien en jullie zien het, jongens. Strak blauwe lucht. Oh, ja. Wat hebben we het weer getroffen met het weer. Heerlijk. Best hoog. Best hoog, hè? Wow! Wow! Wow, echt uit! Wow! Is ze gewoon helemaal alleen erin gegaan. Hoe was het? Nee. Zo in je eentje? Stoer hoor. Hey, high five. Yeah. Wauw, wat was dat weer een gave achtbaan. En zoals jullie horen zitten wij dus in het plaatsje Volkel. En bij Volkel heb je een militaire basis. Dus je hoort heel vaak hoor je de straaljagers hier. En andere
andere gevechtsvliegtuigen. Opstijgen of gevechtsvliegtuigen. Ja. Hoor maar eens. Afterburner. Ja, dat is de afterburner die aangaat. Maar je hoort ze wel, maar je ziet ze niet. Hey, we gaan nog even lekker dadelijk een ijsje halen. We gaan nog een paar attracties doen, want we hebben eigenlijk alles al gehad nu in het park. Ja, maar één ding, dat was dat rondrijding. Ja? Willen wij wel even één keer over de kop. Ja, we willen eigenlijk inderdaad met dat soort hamsterrad waar we in zaten, willen we tot we het voor elkaar krijgen, dat we echt helemaal rond kunnen gaan. Dus gaan we onze uiterste best voor doen. Ja. Toch wel, in beeld, ze gaan landen. Landen! Kijk eens jongens. Hoppakee, zo. En daarachter komt er nog één aan. Hoog in de lucht. Die gaan landen. Die gaan zeker landen, dat zie je vlakbij blijkbaar. Kijk maar eens. En achter de bomen weg. Ja. Oké, als jullie goed kijken, zie je daar zie je een stukje Nova. Ze gaan nog een keer proberen om toch helemaal rond te komen. Alleen dit keer zitten ze in deze kant. Dus ik kan hem niet helemaal goed filmen, maar vanaf de zijkant zometeen wel. Maar ze willen toch nog... Ja, Dennis kon het niet hebben dat het niet helemaal lukte nog. Dus toch nog een herkansing. Ze gaan al hard, ze gaan al hard. Kijk. Nu net al over de helft. Zal die lukken, zal die lukken, zal die lukken? Oeh! Bijna! Oké, ik denk dat het hem nu gaat lukken. Ik denk dat dit de eerste wordt. Denk ik wel, niet, wel, niet. Jee! One eternity later. En ze draaien en ze draaien. Ja, als je hem eenmaal hebt te pakken, dan blijf je wel gaan. Dus ja, ze staan nu al een tijdje. Oh, ik hoor een bel. Ik weet niet of het einde is ook voor hun of juist het begin van de ander. Maar ik denk dat ze zo klaar zijn en best duizelig zullen zijn. En nu ga ik stiekem gewoon naar deze rij lopen. Dan moeten ze vast wel meekomen. Ik wil lekker nog een keer van de glijbaan. Woehoe! 18 keer rond. High five. Dat hebben jullie goed gedaan. Woehoe! Yeah. Over de kop. Nu gaan we nog één keer in de splash. Haha, zie je? Ik had gelijk jongens. We gaan nog een keer in de splash. Woehoe! Wow! Wow! Oké, die hebben we ook nog blijkbaar. De Oervallei. Zo, en we naderen het einde van deze dag en dat sluiten we heerlijk af met een soft ijsje. Mmm, ja, een lekkere suikerspinijsje. Ja, suikerspin. Lekker. En als afsluiting van vandaag, want mijn lievelingsattractie, gaan we van de matjes glijbaan. Dennis zit eronder. Nova is hier. En ik aan deze kant. Dus, 3, 2, 1. Oh, yay! En zo zijn we weer aan het einde gekomen van ons bezoekje aan Billy Bird in Volkel. Ja, Hemelrijk. Hemelrijk heet het inderdaad. We gaan nu terug naar de auto en we gaan eens kijken hoe blij de katjes zijn als wij straks weer thuis zijn. Dus... We gaan erop afremmen. Ja, dus tot zo. Hey, racertje. Hey, ben je blij? Wauw. Heb je honger? We eten zeker, hè? Ja. Maar jullie zijn goed verzorgd geweest, hoor, de afgelopen dagen. Zeker weten. Ja, en toen waren we dus weer thuis. Jullie hebben gezien hoe blij Razor was. Garfield, die is inmiddels, die loopt hier ook rond zo. Ja, ja, ja. Kijk, die loopt hier ook rond zo. En ja. Dus die is ook weer super blij dat we weer thuis zijn. Maar dat betekent ook dat we deze vlog echt gaan afsluiten. We hebben een heerlijke mini-vakantie gehad.
We hebben een hoop parken bezocht waar we normaal gesproken nog, althans, nooit heen zouden gaan, denk ik. Nou, niet snel, omdat het dan ook verder weg is, zeg maar. Dus ja. Voor zo dichtbij en elke keer eventjes dan niet een hele dag, maar dat je in ieder geval een stuk, dan is dit ideaal vanaf deze... Waar is Bunnypet vanaf hier? Een uur en een kwartier om. Uurtje rijden, maar we hadden dat file, dus we hebben er uiteindelijk 1 uur en 20 minuten over gedaan. Maar dit was deze, maar we hebben nog veel meer leuke dingetjes gedaan. Dus ja, dat betekent wel dat we deze vlog nu weer gaan afsluiten en we ons weer gaan voorbereiden op nieuwe uitstapjes, nieuwe vakanties, nieuwe leuke Lego vlogs, Too Good To Go's en wat we nog allemaal meer maken. Veel dingen. Veel dingetjes, hè? Poeh. Dan willen jullie bedanken voor het kijken. Ben je nog niet geabonneerd, vergeet dat zeker niet te doen. Nee. Onder de video kan je klikken op die abonneerknop. Aan de zijkant van die knop vind je een belletje en als je daarop klikt, dan krijg je automatisch een berichtje zodat wij weer nieuwe vlogs hebben geüpload. Het is ook mogelijk om lid te worden op ons kanaal voor vast bedrag per maand. Support je ons kanaal, de Reizers Familie Vloggers. Wil je meer informatie, klik dan even op die lid worden knop. Dan leg ik graag in een video aan jullie uit wat dat allemaal precies betekent. Yeah. Laat natuurlijk ook een Billy Bird duim omhoog achter. En voor nu kunnen wij dan niks anders zeggen. Tot de volgende vlog! Doei!